heb ik voor jullie de I Love Sleep Tag. Ik ga 16 vragen beantwoorden over mijn slaapritme, wat ik doe als ik slaap, hoe ik het liefst slaap. Dus ik zou zeggen, laten we heel gauw gaan beginnen. Hoe laat ga je meestal naar bed? Ik ga meestal naar bed rond een uur of... ja, als het door de week is en ik heb school of in dit geval stage, dan ga ik vaak toch wel rond een uur of 9 slapen. Heb ik dat niet, dan blijf ik toch vaker op rond een uur of 10, 11 ongeveer. Wat is je vaste ritueel voor het slapen gaan? Het is niet echt dat ik zeg het is een ritueel, want als ik echt snel naar bed wil, dan doe ik niks daarvan. Maar als ik de dingen moet doen die ik altijd doe, dan is het eigenlijk gewoon... meestal ben ik al opgekleed als ik thuis kom, dus dat is al gebeurd. Ik ga mijn make-up eraf halen, ik leg de kleding klaar voor morgen, ik zorg dat mijn tas ingepakt is. Ik ga liggen, ik ga vaak nog even wat YouTube-video's kijken. Ik leg mijn telefoon aan de lader, ik leg hem weg en ik ga slapen. Wat doe je als je niet kan slapen? Als ik echt klaar wakker ben en ik kan niet slapen of ik heb één gedroomd, ga ik vaak eventjes een YouTube-video kijken. Of eventueel een serie of film op Netflix. Om een beetje daarvan moe te worden. Ik word daar namelijk snel moe van. Dus dan ben ik meestal al heel snel weer rustig. Wat is je favoriete slaaphouding? Ik slaap heel graag op mijn buik. En dan het liefst ook lekker met één hand op het kussen. En één hand op het kussen. En mijn hoofd lekker. En ik lig heel apart. Waarvoor mag ik je wakker maken? Je mag mij altijd wakker maken voor een lekkere bak aardbeien met suiker. Maar als het om dingen doen gaat, mag je me ook zeker wakker maken om naar Engeland te gaan of naar Ierland of in ieder geval te reizen. Dat vind ik ook totaal geen probleem. Hoe laat gaat 's ochtends altijd jouw wekker? Mijn wekker gaat 's morgens altijd als ik naar school moet rond een uur of 6:30, 7:00 snoezen of direct opstaan. Dan zeg ik toch wel direct opstaan. Ik heb nog nooit in mijn leven op de snoezeknop gedrukt, nog nooit. Ik ben er wel eens doorheen geslapen, maar ik heb nooit op snoes geklikt. Slaap je uit in het weekend? Ja en nee, ligt eraan. Als ik weet dat ik het weekend lekker druk ga krijgen, of dat ik plannen heb voor het weekend, dan ben ik meestal wel lekker vroeg op. Maar als ik denk dat ik vanmorgen bijvoorbeeld niks te doen heb, wil ik toch nog wel eens uitslapen tot een uurtje of 10. Welke rare dingen doe je in je slaap? Ik heb wel eens gehoord dat ik praat in mijn slaap, al weet ik dat zelf niet, maar ik heb het wel eens gehoord, dat zou kunnen. Ik beweeg heel veel in mijn slaap, waardoor ik, nu ben ik dat niet meer, maar ik was vroeger altijd mijn deken kwijt. Mijn deken en mijn kussen, die lagen dan op de grond naast mijn bed. Ik weet niet hoe het komt, maar ik was ze wel kwijt. Hoeveel kussen liggen er op je bed? Nou, als ik me met opmaak, liggen er in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 kussen op mijn bed. En als ik slaap, staan er 3 kussens. En dat is natuurlijk mijn hoofdkussen. Dit kussen in de hoek. En dit lekkere zachte kussen dat ik niet met mijn neus tegen de muur aan lig. Wat heb je aan in bed? Heel eerlijk gezegd, in de zomer draag ik ook gewoon altijd kleding. Ik heb in de zomer vaak iets van een topje aan en een heel kort broekje. En in de winter ben ik toch wel van stoffige pyjamas. Ik heb hier bijvoorbeeld lekker een shirtje aan met een lekkere wollen broek. En soms nog wel zo die lekkere warme sokken. En dan sluit ik gelijk aan op de volgende vraag. Heb je sokken aan in bed? Ja. En nee. Ik heb soms wel sokken aan. Als ik echt koude voeten heb, dan denk ik, ik hou ze gewoon lekker aan. Heb ik dat niet, dan doe ik ze natuurlijk gewoon lekker uit. Maar het ligt er wel eens aan. Soms wel en soms niet. Hoe groot is jouw bed? Ik heb een eenpersoonsbed. Niet al te groot natuurlijk. Ik wil met de tijd een twijfelaar. Is iets groter als een eenpersoons en iets kleiner als een tweepersoons. Omdat een tweepersoons bij mij in elkaar gewoon niet gaat passen. Maar een groter bed, daar hou ik niet tegen. Dat wil ik best wel. Als ik 's ochtends wakker ben, wat doe ik dan als eerste? Als ik 's ochtends wakker ben, kijk ik als eerste op mijn telefoon. En dat doe ik als ik naar school moet, als het weekend is, als ik naar stage moet, als ik moet werken. Ik doe het gewoon eigenlijk altijd of ik nou laat opsta of vroeg opsta. Ik moet altijd even iets checken. Droom je elke nacht? Nee. Ik droom, de meeste, je droomt eigenlijk wel altijd. Maar vaak heb ik het dan denk ik niet door. Ik droom heel weinig in mijn gevoel. Of ik onthoud het gewoon nooit. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik droom eigenlijk, ja, naar mijn gevoel bijna nooit. En wat is mijn grootste droom? Dat vind ik eigenlijk wel lastig. Ik heb niet echt... hele grote dromen. Ik heb niet echt een hele grote dromen die ik wil bereiken. Tuurlijk is het een droom om later een superleuke
super mooie baan te hebben in de zorg. Daar ligt mijn hart ook gewoon. Maar echt hele grote dromen heb ik op zich niet. Nee, ik heb niet echt hele grote dromen eigenlijk. Goed, en dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe je deze video natuurlijk een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond om een beetje mijn slaaproutine te horen. Ik vond het heel erg leuk om deze extra video op te nemen voor jullie. En ik heb nog een leuk nieuwtje, namelijk volgende week, en als jullie het kijken, is dit mijn laatste week met stage. Dus dat gaat betekenen dat we na stage iets meer rust komt in mijn leven, om maar zo te zeggen. Maar ik heb natuurlijk ook nog school. Maar er komt iets meer rust, iets meer druk wordt er van mijn schouders afgehaald. Dus dat gaat betekenen dat er eventuele video's aan gaan komen. En we zitten natuurlijk in de maand november en we gaan naar december. En dat gaat betekenen dat Vlogmas er ook aankomt. Het is natuurlijk vandaag 2 november als ik dit opneem. En dat betekent dat het nog dikke maand is totdat het december is. Ik heb er heel veel zin in, maar er gaat een kleine verandering komen. Namelijk, ik ga in plaats van dagen vloggen, weken vloggen. Ik weet niet hoe dat gaat lopen. Ik weet niet of het heel leuk gaat worden. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Ik hoop jullie ook. De intro's zijn gemaakt. Ik ga rustig aan doen, want ik ben een beetje te snel aan het ratelen. Ik bedank jullie voor het kijken. Doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!